Maria weer thuis? Ja, gistermorgen. Ik ben er nu. Ik ben er nu. Ik ben er nu.
Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom deze zondagmorgen in onze christelijke gemeente Buntemeers. Ook namens onze gast, predikant. De heer Polinder, die hartelijk welkom ook. Ja, zo begint het, mensen. Er is woensdagavond bij familie Posthouwer Bijbelstudie en vanavond is bij Gijsbert gebedsavond. Ik moest u allemaal de groeten doen van Maria. Ja, ze is weer thuis van zaterdagmorgen. Dus het feest gaat weer beginnen, hè. Een paar maanden commando's uitvoeren laten, hè. En dan komt alles weer goed. Nee, maar het gaat in zoverre goed. En, het is even geduld hebben van beide kanten, hè. Ja, en dan komt alles weer goed. We gaan een drietal liederen zingen. Het eerste lied is 189. Thank you.
en 2. Vorige week hebben jullie namen ingediend voor kandidaten voor het overlegteam. En de uitslag is daarvan als volgt dat meer dan 2/3 van jullie de namen van Rien en Gijs hebben ingediend. Dus dat betekent dat ze daarmee ook al voldoende draagvlak hebben. Dus dat ze daarmee dan ook zitting zullen nemen in het overlegteam, weer opnieuw. Dus we danken jullie voor het vertrouwen daarin dat jullie... Ja, en daar ook weer in gesteund hebben. En we zijn daar dankbaar om dat het met zo'n grote eensgezindheid heeft plaatsgevonden. En ik wil jullie natuurlijk ook nog herinneren aan de dienst voor over 2 weken, waarin de instituering zal plaatsvinden. Die zal ook 's middags plaatsvinden. Dus het zal waarschijnlijk 's morgens een korte dienst zijn en 's middags de institueringsdienst, die begint om 2:30. Letters alles u voorgaan. U krijgt nu eerst de gelegenheid om voor een stil gebed.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen lied 171 en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen en wat er verder volgt in de versen 2 en 3. Heeft ons 10 leefregels gegeven, waarna we mogen leven uit dankbaarheid. En daar willen we samen naar gaan luisteren. En daarna zingen wij lied 425. Dat is een samenvatting van de 10 leefregels die de Heere Jezus ons geleerd heeft. En die zingen wij dan met elkaar. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel en mijn hele verstand. Ik denk dat de kinderen die wel kennen. Eerst horen wij de belofte die aan alle geboden voorafgaat. God zei namelijk: ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. En op grond van het volbrachte werk van Christus heeft hij ons uit de heerschappij van de zonde bevrijd. En om dicht bij onze bevrijder te blijven en om die gekregen vrijheid niet te verspelen, gaf God ons zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg. En zo hoeven wij niet te verdwalen. Het eerste gebod is: je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net zoveel of meer lief hebben als God. Het tweede gebod is: je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is. Het derde gebod is: je zult de naam van God niet met onzuivere bedoelingen uitspreken. Span God niet voor je kar en vloek niet.
Het vierde gebod is: één speciale dag heeft God je gegeven om te rusten. Het leven is meer dan werken en geld verdienen. God vindt het van levensbelang dat je tot hem komt en tot jezelf. En dat je oog en hart hebt ook voor elkaar. Kerkdiensten zijn onmisbaar als je je daarin wilt oefenen. Het vijfde gebod: eer en respecteer je vader en je moeder. Verzorg hen goed als ze hulpbehoevend of ouder worden. Het zesde gebod is: je zult niemand vermoorden of iemand blijven haten. Het zevende gebod is: je zult je vrouw of je man niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander niet stuk maken. Het achtste gebod is: je zult niet stelen. Behandel de ander zoals jij zelf graag behandeld wilt worden. Het negende gebod is: je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen. Het tiende gebod is: je zult niet vol begeerte en jaloersheid alles willen hebben wat een ander heeft. Zingen we nu de samenvatting van deze 10 geboden. Ik zal de Heere God lief hebben. Voordat we de Bijbel gaan lezen, laten wij samen bidden om de zegen van de Heer. Laten we bidden. Heere getrouwe God, u die onze Vader bent in onze Heer Jezus Christus, wij willen uw naam hartelijk danken dat we hier vanmorgen als uw gemeente ook samen mogen komen. Op deze vijfde Lijdenszondag. En zo leven wij als gemeente toe naar de dag van Goede Vrijdag. De dag waarop u, Heer Jezus Christus, hebt gehangen aan het kruis. En Heere, geef dat we ons zo mogen verwonderen, steeds meer en meer, tijdens deze lijdensweken. Over uw grote zondaarsliefde, over uw bereidwilligheid, om die weg van lijden en sterven te gaan. Een weg die u zelf gekozen hebt. Een weg die u vrijwillig gaat. En bent gegaan. Uit vrijwillige liefde. Heer, wij danken u dat u die gewonde genezer wilde zijn. Want we belijden het toch met Jesaja dat u om onze overtredingen verwond bent. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op u. En door uw striemen, de geeselslagen die op uw rug zijn neergedaald, daardoor is ons genezing gekomen. En zo is er vertroosting in uw wonden, Heer Jezus. En Heere, geef dat zo vanmorgen, die verwondering en de aanbidding van u, dat die mag toenemen als we gaan nadenken over wat uw laatste wens was voordat u ging sterven. Voordat u die wegging naar de hof van Gethsemane en naar het kruis van Golgotha. Dat u er vurig naar verlangde om nog één keer met uw lieve vrienden, met uw discipelen, om samen het Pascha te vieren. Heere, wat laat het ons in uw hart zien, dat u uw kinderen draagt op uw hart en in uw hart.
Dat ze nog zo weinig toen zicht hadden op uw lijden en sterven, maar dat u niet moe werd om het nog een keer uit te leggen. En om hen nog een keer te verzekeren dat de weg naar het kruis, dat het de goede weg was. Hoewel de discipelen dachten dat het verkeerd ging. En dat het op een verkeerde manier zou aflopen. En Heere, zo bidden wij u om het licht van uw Heilige Geest vanmorgen. Open onze harten. Verlicht ons verstand. Opdat we de woorden van u mogen begrijpen en dat die ons hart mogen binnendringen. Ook wat het betekent als u, Heere Jezus, hebt gezegd dat u, dat er met uw lijden en sterven een nieuwe periode is aangebroken. De periode van het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament. Heere, wij bidden u of u ons verstand wil verlichten, dat we dat vanmorgen mogen begrijpen. En ja, vooral dat we daaruit ook mogen leven. Dat wij niet christenen zijn die nog onder het oude verbond leven. Maar die mogen leven in die vrijheid. Waar de geest is. Heere, vervul ons zo met uw geest. Want waar de geest is, zegt uw woord, daar is de vrijheid van Christus. Heere, zegen ons zo samen. Zegen hen die vanmorgen hier niet konden samenkomen met ons. De redenen zijn u ook bekend en Heere, we willen ze ook aan u bevelen. We bidden voor uw gemeente wereldwijd. We bidden voor onze broeders en zusters die samenkomen in landen waar vervolging en verdrukking is. Die dat niet in alle vrijheid kunnen. En we denken aan hen vanmorgen. En we bidden u, Heere, wilt u als een vurige muur ook rondom hen zijn. Dat hun samenkomsten niet verstoord worden, maar wilt u ze bemoedigen en kracht geven. En zo bidden wij u, Heere Jezus, of u vanmorgen in ons midden wil zijn. Als een die dient. Want dat hebt u zelf gezegd, dat u niet gekomen bent om gediend te worden. Maar om te dienen. Heere, zegen ons zo, we bidden u dat. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen lezen een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Nee, sorry. Kijk even verkeerd. Het evangelie van Lucas. Lucas 22. En daarvan de versen 7 tot en met 23. Lucas 22, op deze vijfde Lijdenszondag. Lucas 22 vanaf vers 7 tot en met 23. En Betsy zal dat gedeelte met ons lezen. Schriftlezing Lucas 22, vers 7 tot 23. Het laatste paasfeest. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het paascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht, maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had, en ze maakten het paascha gereed. Het heilig avondmaal. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen, en de 12 apostelen met hem.
En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee de mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Dankjewel, Betsy. Ik zat de preek nog eens te overdenken gisteravond en toen dacht ik, ik zou ook nog graag een paar versen willen lezen uit de Hebreeënbrief en dat naar aanleiding van die opmerking van de Heer Jezus, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. In de preek wil ik daar wat uitgebreider bij stilstaan. Maar dat vind je heel mooi terug verwoord in Hebreeën 8. Dat wil ik nog erbij lezen. Een paar versen uit Hebreeën 8. Zodat u straks in de preek het misschien ietsje beter kunt volgen. Paulus die spreekt ergens in een van zijn brieven over... Je hebt soms melk als voedsel. Dat zijn de basisbeginselen, zeg maar, ook in de Bijbel. En je hebt ook vast voedsel. En dat nieuwe verbond, dat is niet zo makkelijk te begrijpen. Je zou kunnen zeggen, dat hoort eigenlijk bij het vaste voedsel in de Bijbel. Dat moet je eens overdenken, eens herkauwen. Maar goed, toch wel een heel belangrijk deel ervan. Ook bij de instelling van het avondmaal. Ik wilde met u lezen uit Hebreeën 8. En dan vanaf vers 8. Dat gaat over dat oude en dat nieuwe verbond. Want hen berispend, dan gaat het over het volk van Israël, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, en dan gaat het hier over dat verbond op de Sinaï, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En, zegt de schrijver dan van de Hebreeënbrief, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. En u moet dus hier dat verbond in uw achterhoofd houden tussen wat met het volk van Israël bij de Sinaï gesloten is. Met die 10 geboden als voorwaarde. Ik kom daar zo nog wel op terug in de preek. Ik heb als uitgangspunt voor de preek gekozen vers 15 van Lucas 22, en hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. En ik heb ook boven de preek geschreven als thema, de laatste wens van Jezus. De laatste wens van de Heer Jezus.
Ik wil aan de kinderen vragen om even naar voren te komen. En ik ga wat vertellen even over de dingen die hier allemaal op tafel staan. Dat heeft te maken met de preek van vanmorgen. In mijn gemeente was er een man, die was heel erg ziek. Die lag op bed en die had van de dokter gehoord van, je leeft nog een paar weken en dan zul je sterven. En voor die man was het niet erg, want hij hield van de Heer Jezus. Maar hij zei, ik heb nog één wens in mijn leven. Ik zou nog één ding zo graag doen voordat ik ga sterven. En weet je wat het was? Ik zou zo graag de zee nog een keer willen zien. En toen kwam er een speciale ambulance, daar ging die in een speciaal bed. En toen hebben ze die man naar de zee, naar de kust gereden. En het was gewoon heel ontroerend om te zien hoe die daar lag, te genieten van de zee, het geluid van de golven en de zon. En hij wist van, ik ga binnenkort sterven, dit is de laatste keer dat ik de zee zal zien. Nou, dat noemen we de laatste wens van die man, hè, voordat hij ging sterven. De Heer Jezus, die gaat ook sterven. Hè, die gaat lijden en sterven aan het kruis. En de Heer Jezus heeft nog één wens, de laatste wens. Wat hij graag zou willen doen voordat hij sterft. En weet je wat dat was? Hij zegt, ik wil nog heel graag een keer met mijn discipelen, met zijn lieve vrienden, het Pascha vieren. Weet een van jullie wat het Pascha is, waar je dan aan denkt? Het is een Joods feest, waar denk je dan aan bij het Pascha? Dus niet bij het Pasen, maar Pascha. Denk je aan het avondmaal? Ja? Heel goed, kom er zo even op. Precies, hè? Dat de Heer Jezus, de Heere God, het volk van Israël uit Egypte heeft geleid. Ja? En dan vieren de Joden een feest. En dat doen ze nog steeds, hè, de vieren zitten, het Pesach. En dan eten ze een aantal dingen die hier op tafel staan. Als eerste zien jullie hier een soort brood, zou je het kunnen noemen, hè, dat is heel plat. En in de Bijbel wordt het wel het ongezuurde brood genoemd, dat betekent het brood is niet gerezen, daar hadden ze geen tijd voor. Hè, dus dat, misschien heb je papa of mama wel eens geholpen in de keuken met deeg maken. En dan moet je het even wegleggen, hè, dan gaat het rijzen noemen we dat, dan komt er allemaal wat luchtig. Maar daar hadden ze nog geen tijd voor, dus ze aten dat ongezuurde brood, moesten ze heel snel opeten, want ze moesten snel uit Egypte weg, die nacht. En weet je wat er nog meer op het bordje ligt? Dat zijn een soort kruiden, en die hadden een hele bittere smaak. Waarom heeft dat een bittere smaak? Wat doet dat aan denken? Is bitter een lekkere smaak? Nee, hè? Niet zo lekker. Ja? Ze waren verdrietig inderdaad. Hè? Bitter, ze moesten heel hard werken in Egypte toen, hè? Stenen maken. Ze waren slaven daar, ze werden geslagen met zwepen. Dus dat deed denken aan een hele verdrietige tijd. En weet je wat de Joden dan doen? Dan pakken ze dat bittere kruid en dat dopen ze in een schaaltje met water. En wie durft even de vinger in dat water te doen en proeven? Durf jij dat te doen? Doe eens even. Proef eens even wat voor smaak dat water heeft. Zuur. Zuur? Iemand anders? Probeer eens. Zo. Ja, hè? Zout, hè? Het is zout water. Waarom zouden ze dat doen? Wie weet dat? Ja, je krijgt er dorst van, maar dat was niet de bedoeling. Jullie hebben vast wel eens gehuild, hè? Of niet? En heb je die tranen wel eens geproefd? Zijn die zuur? Zout, hè? Tranen zijn zout. Nou, daarom hebben ze een schaaltje met zout water staan. Daar doen ze dat bittere kruid in en dan eten ze dat op. Ook dat doet denken als het ware aan die periode in Egypte dat het zo verdrietig was. Hè? Dat ze zoveel moesten huilen eigenlijk. En later hebben de Joden daar ook wijn bij gedronken, een glas wijn. Nou, van wijn word je een beetje vrolijk,
Dat wordt wel vreugdewijn genoemd. Nou, zo vieren de Joden tot op de dag van vandaag het Pascha. En er ligt ook vlees op tafel van een lammetje, maar dat heb ik niet meegenomen. Nou, en dat wil de Heere Jezus graag vieren met de discipelen. En dan moet je straks goed luisteren in de preek. De Heere Jezus gaat straks dan het brood pakken van het Pascha. Ze hadden al wat ervan gegeten. En dan breekt de Heere Jezus dat brood. En dan gaat hij aan elke discipel een stukje van dat brood geven. En wat zegt hij dan? Ja? Dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Ja? Dus de Heer Jezus die geeft een andere betekenis eigenlijk eraan. Een soort verdieping zou je kunnen zeggen. En de wijn ook. Hè? De wijn die de Heer Jezus pakt dan. Ze drinken 4 glazen wijn. De derde glas pakte de Heer Jezus en die gaf hij aan de discipelen. En toen gaf hij daar ook een andere betekenis aan. Hè? Want als je daar zo naar kijkt tegen het licht, dan is dat rood. En dan zegt Jezus, dit is mijn bloed. Hè? Dat, ja precies, wat voor jullie vergoten wordt. En zo geeft de Heer Jezus tijdens dat Pascha dus een diepere betekenis eraan. En dan zegt hij tegen de discipelen dat ze dat moeten doen tot zijn gedachtenis. En daarom vieren wij het heilig avondmaal. Ja? Goed. Mogen jullie gaan zitten? Tijdens de Pascha-viering zongen de Joden uit de Psalmen 113 tot en met 118, de zogenaamde Hallel. En wij gaan nu een van die psalmen zingen die dus de Heer Jezus, weliswaar in de onberijmde versie, die de Heer Jezus en zijn discipelen ook hebben gezongen. Psalm 116, lied 29. Die zingen de Joden dus tijdens de Pascha-viering. De versen 1, 2 en 3. En ondertussen krijgt u ook de gelegenheid om uw gaven van liefde te geven voor de Heer en zijn dienst. Er zijn 2 collectes. De eerste is voor de gemeente van Bundemeersen. En de tweede collecte is voor de diaconie.
Goed, vanmorgen gaat het dus over de laatste wens van de Heer Jezus voordat hij gaat lijden. Het is donderdagavond, de laatste nacht in het leven van Jezus is ingegaan. Nog een paar uren en dan zullen ze hem gevangen nemen. Dan zal hij volkomen verlaten worden door zijn lieve vrienden, de discipelen. Dan zullen ze voor de aardse rechters slepen, ze zullen hem bespugen, in het gezicht slaan, aan het kruis nagelen. En nog een paar uur, dan zal hij die beker die gevuld is met de toorn van God over de zonde, dan zal hij die tot op de bodem leeg moeten drinken. En dan zal hij het uitroepen in die 3-urige duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En gemeente, soms krijgen wij te maken met moeilijke situaties of staan we voor moeilijke, ingrijpende beslissingen. En ja, dan hebben we vaak de behoefte om ons even terug te trekken. Om even alleen te zijn. Dan kunnen we niemand om ons heen hebben en willen we ons in alle rust en alle stilte op iets voorbereiden. En Jezus, hij staat deze nacht ook voor ingrijpende beslissingen. En die donkere wolken van gevangenneming, lijden en sterven, die pakken zich samen als het ware boven zijn hoofd en de dreiging die neemt toe. En in Jeruzalem zijn die religieuze leiders, die zijn koortsachtig aan het overleggen hoe ze Jezus gevangen kunnen nemen. En ze hebben inmiddels ook een zwakke schakel gevonden in de kring van de discipelen. Iemand die hen wel een handje wil helpen om Jezus gevangen te nemen. Judas. Maar Jezus wil juist die nacht niet alleen zijn. En zijn laatste wens is om die avond door te brengen met zijn discipelen, met zijn volgelingen. Ergens in een bovenzaal in een huis in Jeruzalem, om samen het Pascha te vieren. Waarom wil Jezus dat eigenlijk? Waarom wil hij juist nu die laatste nacht zo vlak voor zijn lijden en sterven, waarom wil hij met zijn discipelen samen zijn? Heeft hij bemoediging nodig of heeft hij die ondersteuning nodig? Zoekt hij meeleven of meelijden? Nee, integendeel. Hij denkt helemaal niet aan zichzelf tijdens die laatste nacht. Hij denkt juist aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen, zijn leerlingen. Hij wil hen bemoedigen. Het is wat gemeente als je daarover nadenkt, in die laatste nacht, die paar uur voor zijn gevangenneming. Dat hij bewogen is, betrokken is op zijn volgelingen, op zijn vrienden. En hij wil hen nog wat leren. En ze zijn bij elkaar gekomen om dat feest te vieren, het Pesach, het feest van de voorbijgang. Dat betekent Pesach letterlijk, bevrijdingsdag zou je kunnen zeggen. Want tijdens dat feest, wat de kinderen net ook zeiden, denken de Joden terug aan de uittocht uit Egypte, eeuwen geleden. En tijdens die uittocht aten de Joden ongezuurde, dus ongerezen broden. Ze hadden geen tijd in die nacht om dat deeg te laten rijzen, zo vertelde ik net. Met dat haast, weg uit het slavenhuis. En ook aten ze bittere kruiden. Dat deed hen denken aan die bittere tijd in Egypte, waar veel tranen hebben gevloeid. Vandaar ook dat zoute water. En ze aten het vlees van een geslacht lammetje. En het bloed van dat lammetje, dat vingen ze op in een schaal. En naar het bevel van de Heere moesten ze dat aan de buitenkant van het huis, aan de deurposten, strijken. Want die nacht zou er iets vreselijks gebeuren in Egypte. Er zou een verderfengel rondgaan in Egypte en die zal de huizen van de Egyptenaars binnengaan. En alle oudste zonen van de Egyptenaren, die zullen sterven. Dat is een straf van God, de 10e plaag. Omdat Farao dat volk van God niet wilde laten gaan. Maar als de engel bloed zag aan de deurpost, dan ging die voorbij. Vandaar Pesach, het feest van de voorbijgang. Dan mocht die oudste zoon blijven leven. En dan was hij veilig achter het bloed van het geslachte lammetje. Dat lammetje dat toen al heen wees naar de Heer Jezus, het lam van God. Dat nu op het punt staat om geslacht te worden op Golgotha. En dat feest, dat,
het Pesach, het feest van de voorbijgang, het feest van de bevrijding, dat wil Jezus toch graag nog één keer met zijn discipelen vieren. Dat is zijn allerlaatste wens. En als ze aan tafel liggen, zoals toen gebruikelijk was, dan kijkt Jezus de kring rond. En hij zegt in vers 15, ik heb er vurig naar verlangd, dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Wat heb ik er naar uitgezien, nog één keer, voordat ik ga sterven, met jullie dat bevrijdingsfeest te vieren. En Jezus heeft zijn leerlingen intens lief. Johannes zegt in zijn evangelie dat Jezus zijn discipelen heeft lief gehad tot het einde toe. Ook zo vlak voor zijn lijden en sterven voelde hij zich innig verbonden met zijn kinderen. Ondanks dat hij weet dat ze hem straks zullen verlaten in die donkere nacht. Ondanks dat hij al weet dat Petrus hem straks 3 keer zal verloochenen. Ondanks dat ze nog steeds niet goed begrijpen wat zijn lijden en sterven inhoudt. En dat hij dat voor hen doet en vanwege hun zonde. Toch gaat zijn hart vol liefde naar die discipelen uit. En toch heeft hij een sterk verlangen om dit Pascha nog 1 keer met ze te vieren. Nogmaals de vraag, waarom eigenlijk? Wat was de reden voor zijn laatste wens? Jezus wilde hen nog 1 keer duidelijk maken wat dat nou betekende dat hij ging lijden en sterven. Want de discipelen hadden er zo weinig van begrepen van het lijden en sterven. Ze hadden daar zo weinig zicht op. Want ze dachten nog steeds dat Jezus naar Jeruzalem ging om daar op een grote witte troon plaats te nemen. Om daar te gaan regeren als een soort koning, Messias. En dan 12 kleine troontjes daarnaast voor de discipelen. En dan zou hij die gehate Romeinse soldaten de stad uitjagen, het land uitjagen. De discipelen hebben totaal geen oog voor dat paaslammetje dat daar geslacht op tafel ligt. Dat het heen wijst naar het lam van God. Zoals Johannes de Doper dat eenmaal gezegd heeft. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Meneer, wat een geduld had Jezus met zijn discipelen. En wat een geduld heeft Jezus met ons. Ik las ergens een uitspraak van een kind die zei van, ik hou van de discipelen. Er werd aan hem gevraagd van, waarom eigenlijk dan? Ja, die verprutsen het steeds. Ook heel mooi gezegd eigenlijk. Die verprutsen het steeds. Maar wat zien we daar tegenover dan die milde goedheid en vriendelijke ogen van Jezus. Die ons ook uit deze geschiedenis als het ware toestralen. En Jezus gaat zijn leidersgang naar de Hof van Gethsemane en de kruisheuvel Golgotha nu uitbeelden. Hij gaat het zichtbaar maken. Wij zouden dat tegenwoordig aanschouwelijk onderwijs noemen. Aan de hand van de tekenen van brood en wijn. En Jezus wil daarmee aangeven, nu hij zich gaat geven als het lam van God, nu breekt er een nieuwe periode aan. Een nieuw verbond. En dat gaat hij inwijden met zijn bloed. En op dat moment, daar heeft de Heer Jezus vurig naar verlangd. En we lezen dan in vers 19 dat Jezus het brood neemt, dat hij God dankt, dat hij het in stukken breekt en dat hij het aan zijn discipelen geeft. En daarbij de woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus Jezus geeft als het ware een nieuwe betekenis aan dat brood. Zoals ik nu dat brood in stukken breek, zo zal ik straks mijn lichaam voor jullie laten breken. En telkens als jullie dat brood breken, denk dan niet zozeer aan die bevrijding uit Egypte. Maar denk aan de bevrijding uit het slavenhuis van de wet en van de zonde en van de duivel. Denk dan, deze Jezus, hij stierf in mijn plaats. En daarna gaat de beker wijn rond, de derde beker. Dus de hoofdmaaltijd is nu gebruikt van de ongezuurde broden en van het vlees van het lammetje. En dan gaat er nog een derde beker wijn rond. En bij die beker spreekt Jezus de woorden uit in vers 20. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Ik wil het even eruit lichten, dat nieuwe verbond.
Wat betekent dat dan eigenlijk? Je leest het soms wel wat makkelijk overheen. En het is niet zo eenvoudig, ik hoop dat het te volgen is. Wat is een verbond in de Bijbel? Dat is een afspraak tussen twee partijen, onder bepaalde voorwaarden. En ieder moet zich dus aan die voorwaarden houden. Nou, zo heeft God een verbond gesloten met het volk van Israël bij de Sinaï. U kent die geschiedenis misschien wel, hè? Dat Mozes met die twee stenen tafelen van de berg afkwam, die wet voorlas en dat toen een verbond werd gesloten. Onder de voorwaarden van die 10 geboden. En dat het volk toen zei, ja hoor, die 10 geboden kunnen wij wel houden. Dat is niet zo moeilijk. Een dag later staat daar het gouden kalf. En dan hebben ze het verbond alweer verbroken. Maar goed, dat verbond wordt gesloten. Maar telkens weer wordt het verbroken. En telkens weer is dat volk ontrouw. En dan belooft God in het Oude Testament, er zal een nieuw verbond komen. Dat niet meer verbroken kan worden. En wat is dan het verschil tussen dat oude verbond en dat nieuwe verbond? Dat kan ik misschien het beste uitleggen aan de hand van de wet. In het oude verbond was de wet geschreven op stenen tafels, buiten ons. Die lag als het ware buiten ons. Een wet waar we ons aan moesten houden. Maar waar we ons niet aan kunnen houden. Wat gebeurt er dan? Die wet die veroordeelt je steeds. Die stelt je steeds schuldig. Die zegt, je hebt dat niet gedaan, je hebt dit niet gedaan en daar heb je niet aan gehouden. En die wet die dicteert ons eigenlijk, wil je door God geliefd worden? Wil je dat God van je houdt? Dan moet je al mijn geboden houden. Dat is de plaats van de wet in het oude verbond. En wat gebeurt er in dat nieuwe verbond? Dat hebben we net gelezen uit Hebreeën 8. Daarin belooft God dat hij die wet, die in het oude verbond als het ware buiten ons ligt, dat hij die in ons hart gaat schrijven. Dat hij die in ons hart legt en dat die in ons hart is geschreven door de Heilige Geest. Het gevolg is dat je dan van binnenuit de wet van God wil doen, de wil van God wil doen en gehoorzamen. En door het offer van de Heer Jezus Christus is nu dat nieuwe verbond, die nieuwe werkelijkheid gekomen. En wat is het kernwoord van dat nieuwe verbond? Dat is het woord genade. Heel eenvoudig. Dat hoort bij dat nieuwe verbond. Niet bij dat oude verbond. Maar bij dat nieuwe verbond hoort is het sleutelwoord genade. En wat is genade? Heel eenvoudig. Genade is dat je niets kunt doen waardoor je minder geliefd wordt bij God, maar dat je ook niets kunt doen waardoor je meer geliefd wordt bij God. Ik zeg het nog een keer, want daar moet je heel goed over nadenken. En voor mij is het, ik vond het weer heel beschamend als je daar weer over nadenkt. Genade is dat je niets kunt doen waardoor je minder geliefd wordt bij God, maar dat je ook niets kunt doen waardoor je meer geliefd wordt bij God. Dat is genade. Waarom? Omdat die genade is afhankelijk van Jezus, niet van mij, niet van mijn inspanningen. En dat is de kern van dat nieuwe verbond. In die nieuwe werkelijkheid, in dat nieuwe verbond, wat intreedt met het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis, daar is alles, maar dan ook alles, genade. En Jezus Christus is de middelaar van dat nieuwe verbond. En hij heeft al die voorwaarden van dat nieuwe verbond op zich genomen. En daarom is dat nieuwe verbond ook nooit meer te verbreken. Omdat Jezus al die voorwaarden op zich heeft genomen. En door het geloof ben ik met hem gekruisigd. En dan zegt Paulus in een van zijn brieven, in de Galatenbrief, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Christus is als het ware de wet in mij. Zijn gehoorzaamheid wordt mijn gehoorzaamheid. En het gaat niet langer meer om mijn inzet en mijn inspanningen, maar het gaat nu om de geestkracht van Jezus die in mijn hart woont. En nogmaals, dat nieuwe verbond, dat wordt werkelijkheid door het offer van Jezus. En daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik heb er vurig naar verlangd om dit Pascha met jullie te eten, voordat ik ga lijden.
Hij heeft vol verlangen uitgezien naar dit moment, zijn bloedstorting aan het kruis, die werkelijk het nieuwe begin markeert. Brood en wijn, de tekenen van dat nieuwe verbond. En daarom zegt Jezus, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, ingewijd in zijn, met zijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Dus met het offer van Jezus is echt iets nieuws gekomen, een nieuw verbond, een beter verbond. Dan maak ik een klein uitstapje naar 2 Korinthe 3, want daar komt het ook aan de orde. 2 Korinthe 3. En dan lees ik met u vers 6. Daar zegt Paulus, 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. De wet die doodt, die hoort bij het oude verbond. Maar de geest die levend maakt, die hoort bij het nieuwe verbond. En dat is prachtig wat Paulus schrijft in de versen 16 en 17. Want voor de gelovigen, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is niet altijd even helder, niet zichtbaar. En hoe komt dat, zegt Paulus, doordat ze Jezus niet zien. Er ligt een bedekking op hun hart. Leest u maar mee in vers 16, 2 Korinthe 3. Daar zegt Paulus, maar wanneer het zicht tot de Here bekeert, dus als je tot de Here Jezus bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. Dan ga je de heerlijkheid, de glans en de luister van dat nieuwe verbond zien. En zegt hij dan in vers 17, de Here nu is de geest. Jezus en de geest liggen heel dicht bij elkaar. De Heere nu is de geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Waar de geest is, daar is niet langer die veroordelende wet. Maar dan zien we de heerlijkheid van Jezus. Ja, dus nogmaals, bij het oude verbond, daar hoort die wet. En die wet die doodt, die wet die veroordeelt. Bij het nieuwe verbond, daar hoort het offer van Jezus en daardoor de geest die in mijn hart woont. En het gevaar is voor ons allemaal, denk ik, als gelovigen ook, dat we terugvallen in die oude kaders van dat oude verbond, van de wet. Doe dat en je zult leven. Laat dat en je zult geliefd zijn bij God. Dat is het dictaat van het oude verbond. Maar God werkt nu niet langer van buiten via die wet op stenen tafels, maar hij heeft ervoor gekozen om van binnenuit te werken, door het offer van Jezus. En die geest van Christus, die komt nu wonen in onze harten. En waar de geest is, nogmaals, daar is vrijheid. Daarom heeft Jezus er vurig naar verlangd om dat Pascha te vieren. Om duidelijk te maken aan zijn discipelen, ja, maar de gang die ik nu ga naar het kruis is goed. Die is nuttig voor jullie, die is nodig voor jullie. Willen jullie als het ware kunnen leven in dat nieuwe verbond? Willen jullie in die vrijheid kunnen staan waar de geest is? En gemeente, wat een liefde spreekt er dan uit die laatste wens van Jezus. Als hij dat zo heeft uitgelegd en zo heeft onderwezen aan zijn discipelen. Ik ga mijn leven geven voor jullie. En ik zal de vloek van de wet waaronder jullie verkeren, die zal ik dragen. Zodat jullie vrijuit kunnen gaan. En ik zal de beker die gevuld is met de toorn van God volkomen leeg drinken. Zodat jullie in die nieuwe werkelijkheid van het nieuwe verbond kunnen leven. Waar genade het sleutelwoord is. De geest, de vrijheid. En gemeente, de Heere Jezus wil niets liever en hij verlangt er niet minder sterk naar dat u ook deelt in die nieuwe werkelijkheid. En hij verlangt er vurig naar om ook u, om ook jou te ontmoeten, om ook uw middelaar te zijn. Want hij is die middelaar van dat nieuwe verbond en hij nodigt u vanmorgen uit, kom dan tot
tot Hem, die dat nieuwe verbond heeft ingewijd met zijn bloed. En laat je door Hem bevrijden van het slavenhuis van de zonde waarin we van nature verkeren. Dat, we zijn van die mensen die zo ikgericht leven en vaak hoogmoedig zijn, ongelovig. Of een hang hebben naar geld, naar bezit, naar macht. Laat je bevrijden door deze Jezus. Hij bevrijdt je ook van het slavenhuis van de wet, die als het ware met die zweep op je afkomt. Van het, je hebt nooit genoeg gedaan. Schiet altijd tekort. En nog meer je best doen. En nog harder werken. Nog meer van dit, nog meer van dat. Daarom zegt Jezus later ook, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. He, vermoeid en belast onder die wet van het oude verbond. Kom naar mij. En beleef als het ware die vrijheid in Hem. En Hij is het ook die je bevrijdt van het slavenhuis, uit het slavenhuis van de duivel. Die ons van nature stevig in de greep houdt. En die alles in het werk stelt om je van Jezus vandaan te houden. Maar Jezus gaf zijn leven om ons in die vrijheid te stellen. En ik hoop, gemeente, en ik bid dat u door die liefde van Hem geraakt wordt. Dat klinkt dat hij er vurig naar verlangd heeft om dit Pascha te vieren en om dit ook duidelijk te maken. Niet alleen maar aan zijn discipelen, maar vanmorgen ook aan u. En dat hij als het ware zegt, ik ben om jouw overtredingen verwond. Ik ben om jouw ongerechtigheid verbrijzeld. En de straf die jou de vrede aanbrengt, die was op mij. En door mijn striemen is er voor jou genezing gekomen. En Hij nodigt je vanmorgen, zie. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. De maaltijd, het symbool van gemeenschap, van verbondenheid. En daar verlangt Jezus vurig naar, ook in uw leven. Dat u hem binnenlaat in uw leven, in uw hart. Zodat hij zichzelf aan u kan geven. En daarom stelde hij ook het heilige avondmaal in. De symbolen van brood en van wijn. Ik voor jullie, dat jullie anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Doe dat. Tot mijn gedachten is. Wij zijn mensen die de neiging hebben om dingen te vergeten. Zo was ik bijna vergeten dat het zomertijd was. Vannacht om 12:00 dacht ik ineens, oh help, volgens mij moet de klok verzet worden. Dus we hebben een neiging om te vergeten. Ook belangrijke dingen soms om te vergeten. Maar daarom zegt Jezus, vergeet nooit. Nooit en te nimmer wat ik voor u aan het kruis heb gedaan. En vier zo het heilige avondmaal, het feest van de bevrijding. Breek het brood, vergiet de wijn, gedenkt, gelooft, dat ik mijn lichaam en mijn bloed heb gegeven tot een volkomen verzoening voor al jullie zonden. En gemeente, daarom als het goed is, verlangen we daar ook steeds weer naar, om zijn dood in het midden van de gemeente te verkondigen. Omdat Hij er vurig naar verlangd heeft, dit Pascha van het nieuwe verbond te vieren met ons. Dat was zijn laatste wens, voor Hij ging lijden. En dan zing je het mee, zijn liefde zocht mij, zijn bloed, dat kocht mij, door genade. Daar heb je het sleutelwoord van het nieuwe verbond, door genade. Ben ik een kind van God. Amen. Wij gaan samen zingen. Lied 101. En daarvan de versen 1 en 4. Lied 101. Lam van God dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruis houdt. Leid, verdiende niet mijn zonden, die striemen en die wonden. Ik weet dat gij onschuldig zijt. Lied 101,
daarvan vers 1 en 4. Samen gaan danken en voorbeden doen. De voorbeden is gevraagd voor Maria en Jacques.